Art Royakkers ging gisteravond in zijn programma Royakkers over de vloer langs bij Jort Kelder op het eiland Terschelling. Tijdens het rapen van oesters brengt Art het gesprek op Jorts aangeleerde kakkeraccent. Wanneer ben je eigenlijk kakker geworden? Vraagt hij hem op de man af. De eerste reactie van Jort is een kleine leugen, nou, dat was ik denk ik altijd wel. Art verbaast, bij jullie thuis waren jullie dat niet. Jort ongemakkelijk, ik had liever gehad dat je een oestertje zou plukken, meneer. Art, maar ik heb liever antwoord op de vraag wanneer jij kakker werd. Jort, ja, maar jij hebt geen recht op alle antwoorden, hè? Art, ja, maar wel op deze vraag. Jort doet dan net of hij geen kakker acteert. Kakker, laat de middelbare school of zo, maar kakker, weet je, dat is ook een misvatting. Ja, dat ziet er misschien zo uit als je met een witte broek in de Waddenzee staat. Maar ik hoor toch niet ergens bij of zo. Ik ben ook niet van de hockeyclubs of van het koor of zo. Art, ben je ooit zo gaan praten zoals je nu praat of spraken jullie thuis ook met dat accent? Oei, dat is een zeer gevoelige snaar, weten we nog van het interview dat Jort in 2018 gaf aan Kunststof. Jort antwoordt Art, nee, ik heb wel oude opnames dat. Nee, nee, helemaal niet, nee. Art, slijt dat erin of is er een moment dat je 's ochtends wakker wordt? Dan loopt Jort weg. Ja, hou op man. Heb ik geen zin in, kom. Art houdt vol, dat je denkt, ik zeg nu ijskast in plaats van koelkast. Jort, nou, dat kwam een beetje door hoe heurt het eigenlijk. Bij ons thuis zeiden ze wel koelkast ja. Ik vind dat ik redelijk neutraal spreek. Jij zegt misschien dat ik heel netjes spreek, maar ik vind dat wel meevallen. Maar dat vind ik in ons werk eerlijk gezegd ook voorwaarde. Ik vind ook dat nieuwslezers met de meest merkwaardige dialecten spreken. Daar hou ik niet van. Ik wil het zo neutraal mogelijk hebben. Art, en dit is neutraal, zoals jij spreekt? Jort, ehmm, ja, vind ik wel, ja. Ik vind dat jij ook goed bezig bent, hoor. Ik hoor dat Brabantse mestaccent van je, dat hoor ik niet meer. Je bent allemaal lastige vragen aan het stellen over mijn jeugd, dat mag allemaal, maar oesters plukken ho maar. Cuando tú no estás conmigo, como gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito.